met de DRC. Als hij nog rijdt tegen ons. Yo, kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag zitten we op de DRC. Zoals jullie kunnen zien, de DRC 400, let's go. We hebben DJ Elijah Man in de back, hopelijk. Ik zie het niet meer, maar... Ja, DJ Elijah Man is toch in de back. Waar we naartoe gaan, maakt niet uit. Maakt niet uit of het een doel heeft of niet. Naar doel rijden, dat zou toch leuk zijn. Maar het is ook weer zo ver van mij. Ik denk dat dat zeker een uur rijden is met de motor voor mij. Vanaf bij mijn thuis dan toch. Ja, je kunt zeggen, pak je kabinet, stik daar geen motor in. Maar dan gaan we niet meer mensen. Nee, maar jongens, weer al een day video, hè? Een day ride video. Hopelijk vonden jullie de vorige day ride video ook leuk. Fun fact, deze video is gewoon erna opgenomen. Omdat ik anders de video's veel te lang vind. Ik vind een perfecte video voor mijn kanaal dan toch. Toch wel tussen de 5 en 10 minuten lijkt mij toch het beste. Ook al lijkt dat een beetje lang, hè. Ja, niet dat ik het zeg, lijkt het toch wel lang. Nee, ik zou toch zeggen, pak dan 4 tot 7. Ja, dat zou een perfecte tijd zijn. Dus de 4 à 7 minuten, dat is voor mij de perfect time voor video's. En ja, als ik dat gewoon allemaal achterin zit, dan is dat ook natuurlijk een te lange video. Hè. Dan zou de video zeker al een kwartier duren. En allee. Dat vind ik persoonlijk dus te veel. Laat jullie ook eens weten in de comments hoe lang de video's van mij zouden moeten duren. Of hoe lang jullie het kunnen uithalen om naar mijn video's te kijken. Is dat een betere vraag? Ja. Natuurlijk is dat een betere vraag. Binnenkort zo'n moment. Oh, dat wordt pas een leuke tijd, hè. Dan gaan we echt zot veel toertjes doen. Met de DRC. Wat er nog rijdt tegen hem. Niet zoals Aprilia. Hij is by the way verkocht, hè, mensen. Ik weet niet eens of ik dat gezegd heb tegen jullie, maar hij is verkocht aan Polen. Aan mensen die van Polen komen. En die gingen daarmee rijden in Polen. En ja, dat was een gans gedoe. Niet gans gedoe, maar hij kwam af, maar hij praatte niet 100% Nederlands. Ik ook niet, maar. Maakt niet uit, hè, guys. Hey, dat was een positieve vrouw, man. Dat was een positieve vrouw. Kom maar, mensen. Iedereen moet zo zijn, hè. Lach een keer als iemand je voorbij laat. Hey, dat is standaard, hè. Ja, je moet voetgangers voorrang geven, tuurlijk, maar... Gewoon een keer blij zijn. Kan het toch goed doen? Voor u zelf. Hey, lacht een keer op een dag. Hey, tof. En de ander is blij dat hij die moeite heeft gedaan. Dus gaat hij dat volgende keer terug doen. Maar als dat zo'n zuur gezicht krijgt, ja... Ja, ik ook begrijp van, die krijg je gewoon door. Ja. Voor een omhoog is dat dan... Ik heb dus een hele grote verrassing volgende week donderdag. Hij hangt af wanneer ik deze video upload. Hè. Ik heb dingetjes besteld voor mijn YouTube kanaal. Niet per se om het beter te maken, maar iets. Hè. Ik kan nog niet veel verklappen. Jullie gaan het zelf wel zien op social media. Voor de mensen die mij trouwens niet volgen, hey, leuke timing. Volg me even op Instagram. Het staat hier beneden of zoiets. I don't know. Komt ook wel in beeld. Zo, ja, nee, we gaan naar links gaan, denk ik. Ja, we gaan naar links gaan. Oké, meneer, de step. Ja, kom maar. Ja. Jongens, ik weet niet of jullie het weten, maar dit is de tour. Toch een deel van de tour. Dat we gedaan hebben met de night ride. Ik weet niet of je het nog weet, hier was die villa wijk en zo. En daar kon je veel binnenkijken. Maar ik kan wel zijn. Maar dit is dus de wijk. Ook waar je 30 mag rijden. Doe ook. Zie maar nu zie je. Ik denk dat het ook veel toffer is om naar zo'n video's te kijken waar je tenminste wel ziet waar men rijdt en zo. Dan in video's waar je niks ziet bijna omdat het donker is. Snap je? Dat begrijp ik ook wel. Als ik mijn video's zelf aan het editen was, zoals ik in de vorige video zei.
dan was dat ook echt van, amai, in sommige straten mogen ze toch wel meer verlichtingen. Die, zoals de editor het ziet, DJ Lightje, man, let's go. Ik krijg altijd zo'n vibe als ik met DJ Lightje aan het rijden ben. Hè. Kijk, hier was ik bij Sales kwijt. Hey, aan het zoeken. Hier hebben we ook gereden met de Night Ride, hè, voor de mensen het niet weten. Let's go. Maar jongens, vonden jullie de video leuk? Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En vergeet mijn Instagram niet te checken. Ciao!